Of we ooit nog een kind erbij nemen? Ja. Nou. Hallo, het is woensdag, uitbrakdag. En we beginnen de dag even goed met een... Met een... Rattenplan. Jola, die heeft ons wakker gemaakt met ontbijtjes. Super lief. Jullie hebben alles niet opgegeten. Nee, het was echt een super groot ontbijt met eitjes en alles erbij. Mijn moeder die is net weg, die heeft op Jax gepast in de ochtend, zodat wij konden uitslapen. En natuurlijk in de nacht, ik ben mijn stem kwijt. In de nacht, toen wij er niet waren. Ik heb heel veel gekletst, zoals je kunt horen. En over de muziek heen moeten tetteren. Mama had 3 broodjes van mij en Bart ook 3 broodjes. Mama had een chudrans, Bart had ook een chudrans. Koffie, een eitje en oh, ik een lekker. Eitje. Zelf gemaakt. En nog zo'n kerststoel stukje. Ik een kerststoel en jij een kerststoel. En we hadden echt superveel. Ja. En ik had ook nog chocomel en water en alles. En eigenlijk was het plan dat we vandaag de kerstboom gingen opruimen en alle lichtjes en alles. Maar we hebben ervoor gekozen om de hele dag... Simsen. Ze hebben nu een heel huisje gebouwd. Ja. Het wordt zo leuk. Het wordt zo gezellig. Kijk, alleen, Bart zit er helemaal in. Alleen de eerste keer luisterden ze allemaal niet. Omdat ze niet in de badkamer konden. En toen plaste mama in de broek. Ja, maar we zijn erachter hoe het allemaal in. Het wordt helemaal gezellig, ons huisje. Het is helemaal goed geworden. Oh, het is zo gezellig aan het worden. Nou, dus dat opruimen, dat gaan we morgen doen. Vandaag doen we lekker dit. Straks gaan we lekker eten maken. En, gewoon even niks. Even niks. Heerlijk. Hey! We gaan nu op werk. Koekoek! Koekoek! Het gevolg van ons oud en nieuw feestje thuis. 1, 2, 3, 4. Een half leeg krat. En nog 2 half over. Wat zijn we aan het doen? Nou, Jola is de kerstboom aan het weghalen. Ja, kijk, al die lichtjes daar liggen. We zijn al klaar. Dat heeft ze super goed gedaan. Lekkere paphap. Papa. Goed zo. Nieuwe ronde. Nieuwe kansen. Bizar. Wat er doorheen is gegaan. Oh, wat voelt dat lekker zeg. Ik ben weer helemaal fris en fruitig. Bart is er vannacht uitgegaan, dus ik ben lekker een beetje soort van doorgeslapen. Bart heeft daarna uitgeslapen. Nu is hij weer aan het werk. En ik heb gewoon de kerstboom lekker weggehaald met Jolen, zoals jullie hebben gezien. Heerlijk weer hier. Wat een ruimte geeft dat. En wat een frisheid. En al die lichtjes die weg zijn. Het voelt weer helemaal lekker frissig. Als een echte nieuwe start. Dit hoort voor mij echt bij eerste week januari. Ik wilde eigenlijk 1 januari zeggen, maar toen waren we nog even, zoals je ook hoort aan mijn stem, in een andere fase. Dus ja, mijn stem moet nog een beetje herstellen, maar hey, het klinkt ook wel zwoel, toch? Nee, dat is niet de bedoeling. Dit wel opeten, dat is best ranzig, Jax. En je weet gewoon eigenlijk dat hij dit niet mag, maar dan ben je gewoon blij dat hij heel even rustig met iets speelt. Kijk, hij wil gewoon heel graag kruipen, maar hij is de hele tijd een soort bounce-beweging nog steeds aan het maken. En voor de rest schuift hij over de grond. Zo schattig. Go! Wow! Even de buitenlucht in met deze knakker. Hè, schat? Heerlijk. Goals. Gezond eten. Yeah, yeah. Zit je lekker te genieten? Van de mooie natuur. Van de natuur, van de matuur. Van de matuur. Van de matuur, ja. Jolen zei altijd matuur vroeger. Want mama is met een M. Matuur. Matuurlijk. Met een M. Ja. Ik vind het echt heel erg jammer dat Jolen de vakantie alweer bijna afgelopen is. Ik vind het zo gezellig. En ook heel erg handig, want ze past heel vaak even snel op. Gewoon als ik even wil douchen of zo. Vandaag ook, hè Jolen? Zo fijn. Dus maandag begint alles weer, hè? Heb je er wel zin in zelf? Ja hoor. Ja hoor. Ja. Maar we gaan zaterdag wel iets doen, toch? Gaan we zaterdag iets doen? Ja, Bart kreeg een appje.
gaan we iets doen. Oh ja, we gaan iets doen met de vrienden. Ja, we gaan iets doen van het weekend nog. Onze vrienden noemen we de apen. Ja, noemen we de apen. Nou, dat is een bepaalde vriendengroep, hè? Ja. Dat is een bepaalde vriendengroep, die noemen we de apengroep. Sommige vrienden horen niet bij de apen. Nee, sommige vrienden horen niet bij de apen. Dat zijn mijn echte vrienden. Nee hoor. Ik heb gewoon heel veel, we hebben gewoon heel veel verschillende soorten vrienden. Maar echte vrienden? Nou, die heb ik niet. 1, 2, go! Ja jongens, het is al ver. We zijn officieel samen verslaafd aan Simsen. Ik had het nooit verwacht. Het is wel heel erg nerdig dit. Maar het is wel even leuk voor de vakantie. Gewoon ons eigen gezinnetje een beetje. We gingen met Jola Simsen, maar... Oh ja, ik ben bijna 39. Maar goed, we waren dit dus met Jola aan het spelen en we gaan het ook met Jola spelen. En Jola die denkt nu ook dat we gestopt zijn, dus we moeten ook echt stoppen. Zeker. Ik ga Jola nu in bed stoppen. Je kan ook hem proberen een baby te maken. Wat zullen ze dan doen? Maar dat durven we niet, want we willen niet een baby. Want we hebben precies het gezinsformaat in Sims wat we ook hebben in real life. Dus als we nu nog een baby erbij nemen, dan, ja, dan klopt het niet meer. Dan moeten we in het echt ook een baby erbij nemen. Dus we moeten misschien in real life ook een baby proberen erbij te maken. Ja, is goed. Nou, nog even niet. Nee, nog even niet. Ik had laatst wel weer iemand die zei... Oh, als je nog een keer een Q&A doet, wil je dan alsjeblieft antwoord geven op de vraag... of jullie nog ooit een keer een derde erbij nemen, ja of nee. Maar ik zeg nog geen definitieve nee, maar de kans is zeg maar 90% nee en 10% ja. Toch? Of we ooit nog een kind erbij nemen? Ja. Nou, ik denk... Hoeveel kans... 60% ja. Denk je 60% ja? Ooit nog, ja. Ik kan nog wel even mee. Jij ook nog? Je kan nog tot je 40ste ongeveer. Nee. Redelijk risicoloos. Poef. Vroeger had ik nooit verwacht dat ik veel kinderen zou willen. Met mij is alles speciaal. Anders. Met jou, schatje. Nou, hebben jullie die ook meteen weer die gekregen? Is helemaal verliefd. Helemaal verliefd is het. Ik ben zo verliefd door dat uitgaan weer samen. Ik vond het zo lekker eventjes. Nee. Nou goed, dankjewel voor het kijken naar deze recover vlog. Yo, het is al 10 uur. Het is vakantie, dus het is elke keer zo laat. Het zit echt in een heel laat ritme. Nou, zeg maar even doei. 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 Rock that joint.